wij hebben hier vanmiddag getekend bij de generale repetitie van het Ballet Vlaanderen. En we hebben met houtskool tekeningen gemaakt. Het was heel bijzonder om zo dicht op die dansers te zitten. Ja, je kon het echt heel goed zien. Hoe ik het heb aangepakt is eerst een beetje kijken naar de dans en een beetje kijken wat ik zelf de mooiste pose vond. En ja, die dan gewoon proberen te tekenen. Ik dacht van jeetje, hoe moet ik dit gaan tekenen? Het is toch eigenlijk al moeilijk als je dit hebt bewegen. De toegevoegde waarde van een middag hier is enorm. Natuurlijk ben ik in een klaslokaal bezig en probeer ik ze dingen bij te brengen. Maar op het moment dat ik een dansformatie voor hun neus neerzet, dan is dat eerst even schrikken. Maar daarna, dan weet ik zeker dat ze het daarna 2 jaar later nog steeds allemaal weten. En dat dat ook gewoon een keerpunt kan zijn. Houding en presentatie en manier van bewegen is zo belangrijk in ons dagelijks leven. En ik denk een heleboel mensen onderschatten dat ook. Bij de Faun is die 2 mensen die in het bos dansen. Die elkaar ook echt vriendschappelijk omhelsden en dat soort dingen. En echt gewoon heel close met elkaar waren. Als je niet goed weet hoe je dingen uit kunt drukken, kun je dat toch met je houding doen. Nou ja, en ook voor interesse in kunstvakken en in kunstdisciplines. Dat je denkt, hé, er is ook meer en ik ga naar dansvoorstellingen. Die interesse is in ieder geval gewekt. Danseducatie is echt belangrijk voor ontwikkeling van kinderen. Omdat ze daarbij leren zichzelf te uiten. Omdat ze leren met elkaar samen te werken. Omdat ze anders naar anderen leren kijken en durven te kijken. Ik ben hier zelf nog nooit geweest, dus één al heel bijzonder dat ik hier ben, voor mij. Je zag die mensen echt oefenen. En je hebt ook echt heel erg geconcentreerd bij het tekenen op hun bewegingen. En daardoor zag je bij de voorstelling ook meer echt de bewegingen die ze maakten. En dan zit je in zo'n theater en is alles donker en dan is het helemaal opgemaakt en zo. Dan is het echt zo gaaf. Dan is het ook gewoon, ja, echt overweldigend is het dan. Dat is heel, heel bijzonder.